Wij zitten vandaag hier met Jamiro Pink. Hij is student, jongerenactivist. En hij wil met ons vandaag het een en ander delen omtrent het onderwijs in Suriname en de financiële situatie in het land. Yes, Jamiro Pink is een student, jongerenactivist, zoals hij het zo net verkondigde. Ik ben ondernemer in het dagelijks leven en voorzitter van de sociale organisatie Kinki Kitamara. Wat doet jouw jongerenorganisatie? Nou, we doen sociale projecten. We beogen de minder bedeelden in de samenleving. Met name de kinderen in de tehuizen. Wat we allemaal weten dat de jeugd de toekomst van morgen is. En dat is dan de doelgroep dat we beogen. En we leveren dan een bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen. Ja, meneer Wacht, hoe zit het met het onderwijs? Je bent student. Hoe is het tot nu toe met de hele COVID-situatie? Wat is de status? Nou, het is helemaal te gek voor woorden in deze COVID-tijd. We volgen online lessen. We weten dat in Suriname niet iedereen over de faciliteiten beschikt om online lessen af te nemen. En nu in deze COVID-tijd zien we echt het verschil tussen de haves en de have-nots. En het is dan de taak van de overheid om het verschil in mogelijkheden zo klein mogelijk te maken voor deze kinderen, want iedereen heeft in feite recht op onderwijs. Dat is verankerd in de grondwet. En wij merken dat het nu, je krijgt nu echt die tekortkoming van kinderen die niet over de financiële mogelijkheden beschikken om een pc of internet aan te schaffen. En dat is wel een kwalijke zaak. Kijk, ten aanzien van het onderwijs. Ik heb het vaker gezegd, het onderwijs is bijna is even oud als de oudheid. Niets nieuws, niets vernieuwends. Elke nieuwe richting die ingeslagen wordt, wordt gekortwiegd. En ons onderwijs is in feite een toeleveringsbedrijf geworden. We zorgen ervoor dat we deskundigheid zodanig opleiden, dat mensen zich zodanig aanpassen en weggaan uit Suriname. Men gaat naar Holland of Amerika of Hubble de Pub. Dat is van het feit dat men nog steeds denkt dat daar de hemel is. Maar hier in Suriname hebben we dan die constante brain drain en geen voldoende aanwas in ons onderwijs. En een onderwijsplek, een educatieve plek, zou in feite, als je kijkt naar de fysieke omstandigheden, is dat geen pedagogische environment waar kinderen 5 uur lang moeten vertoeven om kennis te consumeren. Begrijp je? Onderwijs, het nodigt niet uit tot onderwijs. Begrijp je? Een onderwijsplek zou in feite een educatieve plek moeten zijn, die pedagogische tuin, hè, waar kinderen in feite kennis kunnen consumeren, waar ze kunnen leren studeren, begrijp je? Maar we hebben altijd geleerd dat de juffrouw je tweede mama is. Maar ik vraag me af, als je met je mama in een huis zou blijven, bij een plafond, bij een mama, bij een moeder, begrijp je? Dus die fysieke omstandigheden spelen een rol. En dat we nu in feite ervoor zorgen dat jongeren zich zodanig aanpassen om uit Suriname te gaan, dat is een heel kwalijke zaak. Want we hebben in deze maatschappij iedereen nodig. Alle Surinamers hebben we nodig om ons land op te bouwen. En ik vind het dan heel erg dat jongeren nu, en ik heb het ook in uw programma mogen zien, hoe mensen allerlei betichtingen richting Suriname, dat ze weg willen gaan uit Suriname. Dat vind ik wel heel erg kwalijk. En minister Levens heeft niet zo lang terug bepaalde bekendmakingen gedaan omtrent hoe het onderwijs verder zal gaan in Suriname. Dat kinderen op basis van 2 kwartalen beoordeeld zullen worden. Vind je dat een goed idee? Of zie je of denk je van er zou toch iets beters kunnen zijn dat ze kunnen doen? Nou kijk, wanneer je, kijk, het beleid toch, weet je, dit is het probleem in Suriname. Het beleid moet zichtbaar zijn dat onderwijs de ontwikkelingspartner is van de Surinaamse mens. En om mensen te ontwikkelen, ga je, doelbewust ga je daarop moeten gaan inhakken. Kijk maar naar onze begroting. 4% van onze begroting wordt besteed aan onderwijs. 4% is toch te gek voor woorden. Begrijp je? Je zou zeker 30-40% miljoenen moeten investeren in je onderwijs. Maar doelbewust
wil men de Surinaamse mens niet ontwikkelen. En dat is erg. Reden waarom, als we armoede in Suriname willen bestrijden, gaan we onderwijs en productie, die tweede helft, gaan we serieus moeten gaan aanpakken. Als we armoede willen bestrijden. En om terug te komen op je vraag, het is in feite geen goed idee. Ik heb altijd gezegd, hier in Suriname mag geen enkel kind blijven zitten. Het onderwijs is niet gemaakt om mensen weg te duwen en af te stoten in een hoekje. We hebben iedereen nodig om te werken voor onze maatschappij. Dat moet dan ideaal zijn. Dat moet nummer 1 zijn. Er is ooit eens een president geweest in Amerika, Bill Clinton, die heeft gezegd, no child will be left behind. Dat moeten we hier ook doen. Niemand mag achtergelaten worden. We hebben iedereen nodig en iedereen wil zijn bijdrage leveren. Begrijp je? Wanneer je kijkt op die hoeken en die mannen daar staan en een biertje, denk je bij jezelf, het is ergens bij de opvoeding misgegaan. En dat komt doordat men onderwijs heeft losgekoppeld van opvoeding. Begrijp je? Onderwijs en opvoeding moeten samengaan. En wij moeten mensen ready maken voor onze maatschappij, om te werken voor onze maatschappij. En hoe zit, op welk niveau zit jij? Ik zit op het HAVO. Op het HAVO. En hoe is het onderwijs wel tot nu toe? Hoe ervaar je het? Nou, stressend. Kijk, het is... Ik ben privileged, als ik het zo mag noemen, dat ik wel over de mogelijkheden beschik om de online lessen af te nemen. Daar ben ik God dankbaar voor. Maar er zijn heel veel jongeren in mijn klas en op de school. En de jongeren die ik vertegenwoordig, met name in de tehuizen, die dat niet kunnen. En als ik om me heen moet kijken, moet ik kijken naar mezelf. En zeggen, ja weet je, ik moet het halen en laat de rest maar achter. Dat kan ik niet doen. Ik kom op voor deze kinderen, dat wij allemaal in die maatschappij terecht moeten komen. En ik zou dan niet met alle genoegen de online lessen kunnen afnemen, terwijl ik weet dat er anderen zijn die dat niet kunnen. Dus dat vind ik een heel kwalijke zaak. En daar, dat moet van overheidswegen veranderen in eerste instantie. Dat we het ideaal maken dat alle kinderen onderwijs kunnen genieten, op een of andere manier. Kijk, we moeten, ik zei net, ons onderwijs is een toeleveringsbedrijf geworden voor de maatschappij, dat we deskundigheid leveren. Maar die deskundigheid gaat weg uit Suriname. Ik keek maar naar, en ik heb dat net gezegd, de financiële situatie. Laat me dit zeggen. We hebben olie in de zee gevonden. Dan is men zo apetrots en gaat men schreeuwen, ja, we hebben een overeenkomst bereikt van 5,0% en Guyana heeft onderhandeld op 2,0%. Dus wij zijn geweldig. Suriname is zo geweldig. We zijn zo apetrots dat wij het hebben gedaan. Maar we vergelijken onszelf altijd met de slechtste. Omdat kort onze referentiekader altijd het primitieve is. Er moet een mindshift komen. We moeten progressief gaan denken. En die verandering teweeg brengen gaat moeten beginnen bij de jongeren die we nu opleiden. Die olie in de zee hebben we toch weggegeven. Begrijpt u? Hetzelfde met die goud in de grond bij ons. We hebben goud in de grond. Wat gaan we doen? We nodigen een multinational uit om dat te komen uitdieken. We hebben de witte man altijd geloofd tot op de bot dat hij hier komt met de beste bedoelingen, terwijl het alleen maar gaat om de profit en alleen om de profit. En we zijn zo gauw tevreden met een dode mus. Want we hebben goud. Toch, we geven dat ook weg. Het woordje werkgelegenheid is zo belangrijk voor ons. Hoeveel mensen gaan daar werken? Men vraagt je niet hoeveel ga je wegbrengen. Men vraagt hoeveel mensen gaan daar werken. Nou, er worden miljarden daar verdiend. En er werken maar 1200 mensen daar. Heeft het wel zin? Begrijp je? Waarom zet jij niet je eigen goud mee op? Je bent zo rijk. Je hebt zoveel zaken in de grond. Je hebt genoeg geld om een bedrijf 21 keer groter dan I Am Gold op te zetten. Waarom doe je dat niet? Als je structureel gewoon niet gelooft in jezelf. En dat is een kwalijke zaak. We moeten structureel gaan geloven in onszelf dat wij het kunnen. En vandaag aan de dag is volgens mij Staatsolie de enige bedrijf die echt promoot dat we moeten vertrouwen in ons eigen kunnen. En dat vind ik dan... Ik vind het erg. Want
alles dat we hier eten in Suriname, alles dat we consumeren, ons consumptieniveau, is allemaal gebaseerd op het buitenland. Het buitenland, ik was laatst in een interview bij de STVS en ik zei, journalisten, wat dat u nu aan heeft is in Suriname gemaakt. Zelfs je tanden zijn 90% buitenlands, omdat alles dat je eet vanuit het buitenland komt. En dat is helemaal verkeerd. Kijk bijvoorbeeld die tuna die in onze Surinaamse wateren wordt gevangen, die tonijn. Dat wordt geëxporteerd naar het buitenland en het komt in blikjes terug naar Suriname en wij worden in onze eigen vet gebakken. Dat is in feite waar Suriname vandaag aan de dag staat. Er werden honderden jaren bauxiet hier gemijnd. Vandaag aan de dag komt er, komt er zinkplaat uit het buitenland en we worden in onze eigen vet gebakken. En dat is voor duizenden jaren zo geweest. En dat moet nu stoppen. Dat moet nu stoppen. We moeten hier in Suriname industrieën van de grond krijgen, waardoor we met die productie de financiële situatie in ons land moeten gaan oplossen. Dat is in feite de meest belangrijke vraagstuk nu op dit moment. Wat gaan we doen voor de generatie dat nu is? En de generatie die komen zal. Begrijpt u? Want als dit zo doorgaat, gaat Suriname er kapot aan. En ik vind het erg. Ik vind het verschrikkelijk dat wij hier in het land, zo'n vruchtbaar land, zo'n godgegeven land, dat we in feite alles consumeren, alles dat we eten vanuit het buitenland komt, dat we in feite afhankelijk zijn van het buitenland. Terwijl we hier in Suriname een analyse hebben gemaakt van de slavernij. Vroeger was het zo, en we hebben altijd op school geleerd dat er 400 plantages waren in Suriname, maar bleek dat er 1160 plantages waren in Suriname. En om een plantage van 500 aren te draaien, had je 400 slaven nodig. Vandaag aan de dag heb je een tractor, een pokkenlijn en een ploeg van 4 man. Waarom produceren we niets? Volgens mij alleen rijst. En die boulanger op 60% na nog buitenlandse grondstoffen. Waarom doen we dat niet? Begrijp je? Dus er moet een mindshift komen. We moeten progressief gaan denken. En ook van overheidswegen moet dit serieus aangepakt worden. En dat vandaag aan de dag men alle luxe heeft in de Nationale Assemblée om allerlei kiekeboe te komen maken. Ik val geen mensen aan natuurlijk. Maar het systeem laat het toe dat mensen in Suriname de waardigheid van onze natie te grabbel kunnen gooien. En dat een minister van Financiën kan komen vertellen, doodleuk in het DNA, dat hij een herdershond is. Ik denk bij mezelf, iemand doet dat niet. Je zit daar, je werkt voor het volk. Er rest niets anders dan werken. Begrijp je? Je wordt betaald, je doet ons geen genoegen. We betalen je goed. En we betalen je bijzonder goed. Dus er geen rest niets anders dan werken. Dus deze doen dat je in Marokko. En dat verwachten we van je. En de jeugd zit met ons gat op de grond. En we maken lawaai met onze vork en onze lepel in ons lege bord. Maar het gaat er gewoon om dat wij mensen de gelegenheid hier in Suriname hebben gegeven om allerlei kikaboe met ons te komen maken. En dat wij in feite daarvoor moeten boeten. Dus als je het aan mij vraagt, het gedrag dat nu gedemonstreerd wordt in de politiek moet veranderen. En die verandering gaat bij de jeugd moeten beginnen. De jeugd gaat slim moeten stemmen dat wij niet deze oude gasten weer daar zetten om in feite dit gedrag dat ze nu vertonen, dat ze dit voort blijven doen. Want na 45 jaar onafhankelijkheid, wat hebben we van Suriname gemaakt? Ja, wat we zelf van Suriname hebben gemaakt. Kijk vandaag aan de dag. Ik heb op school altijd geleerd dat Suriname de 17e rijkste land was in de wereld. Kijk om je heen, is dat echt waar? 17e rijkste land. Men vergeet ook te schrijven dat we de slechtste leiders hebben gehad. Begrijp je? 17e rijkste land, maar de slechtste leiders zijn we vandaag aan de dag hier beland. Er zijn geen slechte politieke partijen. Er zijn geen slechte. Ik ben een nationalist. Ik kan niemand discrimineren die in Suriname is geboren. Begrijp je? Omdat ik een Surinamer ben. Maar wat je vandaag aan de dag krijgt, etnische spanningen tussen elkaar heen, dat is gewoon verschrikkelijk. Dat zijn zaken die we hier in Suriname niet nodig hebben. Dus we moeten
weten dat we hier zijn voor een missie. We hebben een missie te volvoeren met elkaar. We hebben een missie te volvoeren voor geheel Suriname. En willen wij slagen in onze missie, betekent het dat we afvertrouwen in Oesrevi. Betekent dat we aplobiji makandra. En alleen samen gaan wij hier in Suriname de basis kunnen leggen waarop onze kinderen door kunnen gaan. Dat Suriname op den duur een heel ander gezicht kan gaan hebben. Begrijpt u? En het moet zichtbaar zijn in het beleid dat wij bewust Suriname willen ontwikkelen voor een betere toekomst. Denk je dat deze regering kan voldoen aan die eisen die hij wil? Kijk, deze regering faalt op het gebied van eerlijkheid en waarheid. Je kan me niet komen vertellen, en dan, ja, kijk, de president, het gedrag van de president moet niet zijn dat we, hij komt Odo's vertellen dat Minawa Afusensi en 50 Cent something, gaat hij straks ook beginnen met rappen. Begrijp je? Is hij van huis uit ook nog comedian? Dat kan niet, begrijp je? Dus een president moet zich opstellen als een leider van het vader van de eerste burger van Suriname. Begrijpt u? En hij moet ons komen vertellen dat we door de 8 december moorden zijn gegaan. We zijn onafhankelijk geworden. We hebben Bosje tijd meegemaakt. Koers 1 op 3000. En dat we ook door deze situatie gaan komen. Die moet hij ons inspreken. Want hij is de vader van Suriname. Maar ja, dat zien we niet. Helaas, helaas. Echt triest. Helaas heeft hij ons, voor een, in het bijzonder de jongeren, voor een loopje in de park genomen, maar het is onze taak nu om te zorgen dat wij nooit meer zulke leiders krijgen. Dat wij in feite gaan naar een nieuwe orde in Suriname. Dat wij gaan, want we blijven slapen. We blijven slapen hier in Suriname, we blijven achter. Iedereen wil een prachtig Suriname hebben, maar niemand wil werken om Suriname vooruit te brengen. Begrijp je? En ja, wanneer we een dagje wakker worden, is alles in de wereld om ons heen veranderd. Want de wereld slaapt niet. De ontwikkelingen gaan razendsnel. En wij blijven steeds maar achter. Kijk naar de scholen. We hebben niet eens een goede computeraansluiting. Hoe gaan we die grote stap voorwaarts maken? Begrijpt u? Dus, nog een keer, progressief denken. Die mindshift. Dat we... Het moet nummer 1 zijn voor dat wij hier zijn om ons land te redden. Je moet jezelf afvragen, ik ben bereid dood te gaan voor mijn land. Dus ik leef ervoor om het beter te maken. Want dit is nou een kondrepe u alamala etang. Dit is nou een kondrepe mi ching nanga mi gram ching bustang toe. Dus ik moet naar hun toekomst denken. Ik moet niet denken dat ik rijk moet worden of dat ik een snelle nyang moet maken of zo. Maar ik moet werken naar een goede toekomst. En ik heb de basis opgezocht. Ik zie... Als we echt iets willen veranderen in Suriname, gaat die grondwet veranderd moeten worden. Als we iets willen veranderen in Suriname, gaan we die kiesstelsel moeten aanpassen dat elke Surinaamse burger rechtstreeks de president kiest. Want het mag niet zo zijn dat we artiesten en criminelen daar zetten om ons land te regeren. Dat kan niet. Begrijp je? We hebben kader nodig, we hebben mensen nodig, capabel om ons land te besturen. En het ontwikkelingsniveau van deze regering is nog niet daar. Hun niveau is 5. Die 5 presteer je wel 100%, maar het is 5. En om een schip van de staat te trekken door die oceaan van de wereld, ga je op minimaal 9 toeren moeten draaien. Dus ze zijn nog niet daar. Het niveau is er misschien daar met de beste intenties, met de beste bedoelingen, maar het ontwikkelingsniveau is nog niet daar. En wie kan die verandering maken? Wij, de jeugd van Suriname. Wij, de toekomst van morgen. Dus wij gaan nu, om kinky praxeren naar Makandra, moeten bezig zijn, we moeten ons gaan ontwikkelen. Investeren in onze educatie, investeren in onze scholing. Dan groeien we in de lengte en in de breedte. Begrijp je? Maar dat is dan stabiel voor de rest van onze leven. Dus dat moeten wij hier in Suriname gaan doen. En ik spreek de hoop uit dat dit interview die ik hier afsta, dat het terecht komt bij alle jonge Surinaamse burgers. In het bijzonder dat wij in feite weten dat we moeten gaan naar een nieuwe orde hier in Suriname. En dat onze stem ook telt. Begrijp je? Ik heb altijd gezegd, jongeren, kijk, het staat in onze grondwet dat we recht hebben op een stukje grond. Jongeren moeten hier in Suriname allemaal een stukje grond krijgen voor landbouw, voor anyhow. We moeten in feite ervoor zorgen dat jongeren
dat het toegankelijk is voor jongeren om te komen aan een stukje grond. Want ja, jongeren kunnen niet leven van de liefde tegenwoordig. En ja, vanaf het begin creëer je gebroken gezinnen, waardoor de tehuizen die ik vertegenwoordig steeds maar groter gaan beginnen te worden op den duur, begrepen. Dus er zijn heel wat plannen, er zijn heel wat ideeën. Maar first things first, back to education, dat ding structureel ontwikkelen, zodat wij in feite nieuwe scholen, nieuwe schooltypes kunnen ontwikkelen, zodat we mensen ready kunnen maken voor onze maatschappij te werken. Dat is mijn boodschap. Thank you.